De Newmont werknemersorganisatie NWO heeft een tussentijds akkoord bereikt met de directie van Newmont Suriname. Met de directie is overeengekomen dat het uurloon met 17,5% wordt aangepast en wel per 16 juli 2022. De werknemers legden enkele weken terug het werk spontaan neer uit ontevredenheid over het loon. Er wordt nu gewerkt aan de CAO die over enkele maanden moet worden afgerond, zegt bondsvoorzitter Joël Panka. Met deze aanpassing hopen we wat rust te hebben ingebouwd over de periode van de CAO-onderhandelingen, zegt Panka. De onderhandelingen moeten leiden tot een nieuwe CAO met een duurzame beloningsstructuur dat beantwoordt aan de hedendaagse situatie. De acties blijven opgeschort totdat er een nieuwe CAO is gesloten.